Ik zal je zeggen, ik krijg de kriebels van de lentekriebels. Kinderen van 8 leren over masturberen op school. Ey. Of ik was heel saai en preut als kind, of er is nu iets fundamenteel anders dan vroeger. Ik was vroeger helemaal niet bezig met seksualiteit. Weet je wat ik deed toen ik 8 was? Ik at zand. Kinderen van 8 leren dat het normaal is om te spelen met jezelf. Sorry, maar dat is geen informatie, dat is indoctrinatie. Of om in jullie termen te blijven, penetratie van het kinderbrein. Wij maken het alvast bespreekbaar op school. En zo leren wij dat de kinderen niet moeten zitten aan hun privédelen. In het bijzijn van anderen. Oh ja, wist je nog toen je 8 was dat je je random ging aftrekken op de verjaardag van je tante? Dag tante Goni. Wat is er nou, tante Gronnie? Is dit ongepast gedrag, tante Gronnie? Oh, dat heb ik niet geleerd op school. Dus ik doe het gewoon overal. Dat is wat ik doe. Wat is er, oma Henk? Wilt u ook? Dat kan niet. Nee, dat is ongepast gedrag. Dat heb ik geleerd op school tijdens de lentekriebels. Weet je wat je deed toen je 8 was? Dit. Leraren, houden jullie het gewoon bij aapnoodvis en niet bij tiet, penis, klit? Dat regelt de natuur wel. We moeten het niet eens zoeken bij de docenten. Nee. Want hoe komt dit lesmateriaal op school? Daar moet jij naar kijken. Het ligt hoger. Maar goed, daar willen we natuurlijk niet over hebben. Het is een fundamenteel probleem in Nederland. Hè? Je kan beter een peuter je laten pijpen omdat je belastingfraude pleegt. Ik weet niet van jou. Sorry voor mijn taalgebruik, oké? Maar het is wel zo. Geef de kinderen ons zaad, maar handjes af van de staat.